Je leert de opmaak van rechtstreeks opgemaakte cellen en cellen met celstijlen vervangen. Ga in het lint naar Start, Bewerken, Zoeken en selecteren en kies in de uitklaplijst Vervangen. Het dialoogvenster Zoeken en vervangen verschijnt met het tabblad Vervangen. Klik op de knop Opties. De opties voor de opmaak verschijnen. In het onderdeel Zoeken naar open je de uitklaplijst Opmaak. En klik je op Opmaak van cel kiezen. De aangepaste celaanwijzer verschijnt. Klik op cel A1. Het voorbeeld van de celstijl verschijnt bij het zoekonderdeel. In het onderdeel Vervangen door open je de uitklaplijst Opmaak en klik je op Opmaak van cel kiezen. Klik op cel A3. Het voorbeeld van de celstijl verschijnt bij het vervangonderdeel. Klik op de knop Volgende zoeken. Cel A1 wordt geselecteerd. Klik op de knop Vervangen. De celstijl op cel A1 is vervangen door de celstijl van cel A3. Wist de zoek- en vervangopmaak door de uitklaplijst Opmaak te openen en respectievelijk te kiezen voor Zoekopmaak Wissen en Vervangopmaak Wissen. Ga naar de uitklaplijst Opmaak, in het onderdeel zoeken naar en klik op de optie Opmaak. Klik in het geopende venster op het tabblad Lettertype en kies als kleur rood. Klik op OK. De ingestelde opmaak verschijnt in het voorbeeld. Ga naar de uitklaplijst Opmaak, in het onderdeel Vervangen door en klik op de optie Opmaak. In het geopende venster in het tabblad Lettertype kies je als kleur themakleur wit-achtergrond 1 en als tekenstijl vet. Klik op OK. De ingestelde opmaak verschijnt in het voorbeeld. Klik op de knop Alles vervangen. Het info-venstertje meldt dat 7 items zijn vervangen. Dit is het volledige celbereik A6-A12. Klik op OK en vervolgens op Sluiten.